Goedenavond, de gelegenheid van de persconferentie KVO Stende Dende. Zoals gewoonlijk naast me de twee trainers. Meneer Gasseman, u zucht naast mij en u drinkt goed, even niet van uw biertje, maar toch graag een analyse van deze wedstrijd. Ik denk dat normaal is dat we heel ontgoocheld zijn. Ik denk de wedstrijd moest in ons voordeel beslist zijn vandaag. Ik wil Thierry wil feliciteren met het punt zijn er blijven voor gaan. Hij heeft ook gedurfd van zelfs met 10 man met 3 achteraan te blijven spelen. Dat was tactisch gedurfd, maar goed, ik denk dat was een heel goede beslissing van hem. Dat bleef ook druk zetten op ons middenveld en vooraan. Dus wij voelen weinig dat verschil dat zij met 10 kwamen. Maar langs de andere kant, we komen dan 1-2 voor en dan hebben we denk ik kansen genoeg om 1-3, 1-4 te maken. Je maakt die niet af. En dan in de 93ste minuut is de wedstrijd gedaan, is inworp voor ons op de middellijn. Ja, en dan slagen wij er nog in om het organisatie te zijn met een bak links die inworp komt nemen. In plaats van in zijn positie te blijven en die inworp aan iemand anders over te laten. Ofwel die inworp ver te werpen. Maar wij hebben balverlies. En natuurlijk, hij was uit positie. Zoukanovic moet komen dekken in zijn noek. En oké, dan balt die bal. En je slikt nog een doelpunt. Het is ongelooflijk. Ik heb Thierry verleden week horen zeggen dat wij Laleman en Mokulu 2 weken bij ons gehad. Dan stonden wij eerste. Maar ik denk als je ons punten ziet die wij al te grabbel gegooid hebben in de laatste minuten of seconden van een wedstrijd, dan hadden wij toch ook wel heel wat hoger kunnen staan, denk ik. We hadden vandaag een schitterende zaak kunnen doen, we hadden op 2 punten komen van Oostende. Inderdaad, jullie blijven op, als ik goed reken, jullie blijven op 5 punten van Oostende nu. Ja, dat is een goede berekening. Dat we gewonnen was 2. Dus, maar goed, langs de ene kant zeg ik chapeau voor Oostende met de wilskracht, met de mentaliteit is het ook blijven tonen en ook met de steun van het publiek. Je ziet dat er spirit in de ploeg zit en wij hebben gewoon vergeten van de wedstrijd af te maken en punt. Oké, dank u wel. Trainer, een wilskrachtig KVO Oostende vandaag, maar na 15 wedstrijden nog altijd maar 1 nederlaag. Zijn chapeau voor KVO Oostende. Uw analyse? Ja, ik heb nog voor de wedstrijd met Patrick gesproken. Ik heb nog gezegd, ik ben veel rustiger geworden op de bank. Ik denk de eerste 2 jaar heb ik een paar keer geschorst geweest als trainer. Nu, 8 jaar later, is mijn volgende schorsing. Maar ik weet ook niet hoe dat er komt, maar ik vond... 2 ploegen die willen voetballen. We willen, ik denk, alle 2 zelfs klaar voor spektakel te brengen. Al aanvallend voetbal, zoveel mogelijk naar voren te voetballen. En dan zijn er een paar van die gasten die Hans die wedstrijd kapot fluiten. En dat vind ik echt heel jammer voor de supporters. Die toch weer met een pak mensen met dat weer toch gekomen zijn. En je wilt dan een keer tonen wat we kunnen. Ik vind dat we een heel goede ploeg hebben en dat we altijd maar beter en beter beginnen voetballen. En dan zo kapot fluiten, ik vond dat heel jammer. En dat, ik zeg het, het is nu 8 jaar geleden dat ik nog een keer van het veld gesmeten ben. En ik vind het helemaal raar hoe dat die een arbiter zo met 2 maten en gewichten kan werken. Maar bon, het is nu gebeurd. We hebben op een manier teruggekomen. Ik denk dat het gewoon schitterend is. 1-1 terugkomen met 10 man was al die penalty. We moesten, denk niet dat het penalty was de derde keer, maar die eerste 2 waren zeker penalties. En dan kom je nog met 10 man terecht. Een uitsluiting terecht. Ik vond het niet, maar bon, de arbiter stond er dicht op. Hij was het ook een beetje aan het zoeken. Dan kon het zeker afgemaakt hebben. Na die 1-2, de kopjes gingen niet echt naar beneden. Ik had ook gezegd, kan van alles gebeuren, we kunnen achterkomen. Maar kopjes niet naar beneden, blijven vechten. De match duurt tot wanneer dat de scheids afluit. En als je dan de laatste seconde nog een doelpunt maakt,
Dat is een overwinning voor Oostende. Het is maar één punt, maar die telt voor mij zeker voor een overwinning. De manier waarop. Toch twee golen gemaakt, ben ik zeer tevreden voor. Die golen tegen, ja. Ik denk dat het nog geen schande is na 15 matchen, maar 12 doelpunten. 12 doelpunten. Maar ja, als ik ze weer vandaag zie vechten, iedereen. Van de spelers die weinig gespeeld hebben, like Dieter. Brian, die alweer 100% ervoor gegaan zijn. Spelers die uit schorsing komen of uit kwetsuren, vanaf dan ze invallen of starten. Altijd er voluit voor gaan. Dat is echt. Ja, ik mag het niet meer zeggen van de pers, schijnt dat ik mijn ploeg met te veel lof gooi, maar ik moet toch weer nog een keer herhalen dat het een schitterende groep is en ze hebben het toch maar weer gedaan. Het is misschien maar een punt, maar ze hebben het toch weer gedaan. Oké, dank u wel voor deze mooie analyse. Vraag van wie de pers alsjeblieft. Ik zie Peter al naar zijn micro grijpen. Trainer Pisteru, ik hoorde zeggen dat u vertelt dat Sidic het aan het zoeken was, die rode kaart. Nee. Ik denk dat de scheids een beetje aan het zoeken was. Voilà, ja. Het was een tackle. In het begin van de eerste helft gaat Cissé met de voet vooruit. Laus krijgt daarvoor een gele kaart op Eupen, wat dat een schorsing daarna, dat was zijn derde. En nu vandaag heb ik een paardje met de voet vooruit gezien wat helemaal niks is. En dat begint de spelers wel te irriteren en dan krijg je gele kaart, gelijk dat Warte door het reclameren, vind ik wel heel jammer. Ook de trainer door het reclameren krijgt hij dan een rode kaart. Maar we zouden ons beter moeten bedwingen, ik weet het wel. Maar als je in de heat van de strijd, ja, dan het is lang geleden dat ik dat gedaan heb. En de spelers dat irriterend is voor de spelers, dat kan ik volledig begrijpen. Trainer Asselman, uw collega zegt twee maten en twee gewichten. Drie mogelijke penalties Oostende. De echte was geen echte, de twee anderen misschien wel. Wat is uw mening daarover? Nou, ik denk dat gewoon de scheids een slechte dag had. Die mens had denk ik de grip op de wedstrijd kwijt en hij is beginnen met kaarten zwieren. De rode kaart vond ik terecht, dus zomee was alleen door. Strafschopgeval ben ik akkoord dat er vooral strafschop moeten zijn. Maar de strafschop dat hij fluit was geen. Dus ik denk dat hij voor beide ploegen niet goed was. Wij hebben ook 4 of 5 geel kaarten. Het was een... Ik heb weinig vuile overtredingen gezien, maar goed, ik denk dat die mensen die een zwakke dag. Dus, een hoofdij. Een speler kan dat ook hebben. Hè. Iedereen kan dat hebben, Peter, een hoofdij. Nee, journalisten nemen dat regelmatig. Ik wou toch aan twee ervaren trainers... Reggie is antwoord. Aan twee ervaren trainers vragen, goed, je stelt dat dan vast, iedereen kan een zwakke dag hebben. Maar ik ben begonnen met het modewoord nu in... Sportjournalistiek is afvalvoetbal met slechte passes. Maar ik heb wel arbitrage gezien. Er waren zeker 8 fases van beide ploegen. Waar de spelers zich in het duel, het is een mannensport, zich vrij speelden. En mooie aanval opzetten. En waar alles kapot werd gefloten allemaal. Absoluut. Is dat eigenlijk geen pleidooi om te zeggen, ja, ofwel moeten we dat die opleidingen bekijken. Ofwel moeten we de lijn doortrekken die men al geprobeerd heeft dan op een hoger niveau. Om mensen... die bewezen hebben in andere competities en ook Nederlanders hebben, weet ik allemaal, een kans te geven, want ik vind dat wat hier gebeurt men maakt de aantrekkelijkheid kapot en de enige excuus dat een man kan hebben bij zo'n strafschop, een sliding is moeilijker, makkelijker nu, een tackle is moeilijker te controleren met zo'n weer, ook een flex van een speler, maar dat is toch een beetje de fout van onze arbitrage. Je mag iemand bijna geen naam noemen, hij krijgt rood. En een scheidsrechter die krijgt een rapport. En, we hebben nu 2 keer dat zo meegemaakt op Eupen dat we ook een scheidsrechter die van eerste klasse komt. Vandaag hebben we weer een scheidsrechter die van eerste klasse komt. Onze competitie wordt veel te veel onderschat. En ze komen naar hier, ja, we gaan een matchje fluiten, het is maar tweede klasse. Ik vind dat ze meer respect moeten hebben voor tweede klasse. En, het is een heel, heel hoog niveau. En voor de arbiters denk ik dat het even zwaar is in tweede als in eerste, of misschien zelfs zwaarder. En voor mij zijn ze niet altijd goed voorbereid. Pakken ze dat veel te makkelijk op, vind ik. En scheidsrechts uit tweede klasse hebben we nog nooit problemen gehad van dit seizoen toch niet. Ik zeg, er zijn al een keer beslissingen dat er zegt van dat kan niet, maar
9 van de 10 scheidsrechters uit twee, daar hebben wij nog nooit zo moeten over praten, want zowel in Eupen, voor Eupen als voor Oostende, en vandaag voor Dender en voor Oostende vond ik het de match kapot fluiten. Het moest eigenlijk een spektakelmatch, kon makkelijk 3-3, 4-4 misschien geworden zijn. En door een off-day, gelijk dat Patrick zegt, is het met een paar rode kaarten en gele kaarten en weer schorsingen, maar bon. Een trainer heeft ook nog geen slechte dag, dus vandaag was het nog beter. Ik zou zeggen, onze trainers waren allebei in een goede dag. En ik wens u allemaal een goede avond en tot een volgende Helene. Dank u wel.